vorige week in het Huis van Wantrouwen. Dag, meneer de kardinaal. Goedenavond. En hoe gaat het nog met het kerkbezoek? Nu ik in uw programma kom, kom eens in het mijne. Elke zondag heb ik er een. U zou elke week moeten komen, kardinaal. Hè? Maar u nodigt mij maar uit. Hè? Ja. Meneer de kardinaal, als u ooit paus wordt, wilt u dan nog naar ons komen? Afgesproken. Okay. Vorige week hadden we hoog en geestelijk bezoek. U heeft dat net nog even gezien. En eigenlijk zit het deze week een beetje in dezelfde lijn. Opnieuw bezoek van de geest. En ik voel zelfs nu al, de mensen hier in het publiek zullen het ook wel voelen, ik voel nu al dat onze centrale... Kijk, ziet u wel? Ongelooflijk. Het hangt gewoon in de lucht wie onze centrale gast is vandaag. Dag Wouter. Komt u binnen. Ja, nou, kom binnen. Dames en heren, onze centrale gast... Jan Barbie. Je mag plaatsnemen. Welkom Jan. Dag Wouter. En dames en heren, centrale gast, dat betekent een dagje volgen. Dat hebben we nu ook in dit... Moment. Ik heb die... Maar waar heb ik die cassette gelegd? Mooi jongen, die mop van die cassette. Dat is al 3 weken dat het daar is. Ik ga hier niet blijven in dat kastje zitten, zeg. Als ik hier zo'n grote vorm heb. Het is te hopen dat er iets op staat. Dus kijken. Pas op, hè. Nog één woord en we gieten de bloemetjes, hè. Doe maar. Dames en heren, even kijken naar de heer Jan Barbie. We wachten onze centrale gast op aan de deur van zijn woonst in Antwerpen, want hij wil niet dat we in zijn flat filmen. Dit is Jan Barbie in een inhaalmanoeuvre. Barbie is op weg naar Belzele, waar hij een stunt in een luchtballon gaat voorbereiden. En luchtballonnen, dat betekent... Helium. Wel zo'n helium innemen, dat is het plezierigste gevoel dat je kunt hebben. Maar als je te veel doet, dan draait je precies weg en dat is wel raar hoor. Zo, u wezen dus nogmaals waarschuwd. Wim, ik heb het gevoel dat je mij probeert door te sturen dat het een stijf, onvervormbaar voorwerp is. Klopt dat? Dat klopt, ja. 'S Middags heeft Barbie een zakenlunch in een chic turnhouts restaurant waar een bedrijfsoptreden wordt voorbereid. Voor welk bedrijf treed ik op? 19e. Voor die twee. Voor de twee, het zijn er twee. Betonwerken en Complan. Ja. Beide, dit is een bouwer en dit is een ontwikkelaar, maar een ontwikkelaar in een speciale zin. Ja. Om 3 uur heeft Barbie een nieuwe afspraak in Vilvoorde dit keer en dan rijden we naar Gent waar Barbie optreedt voor een reclamefirma die jarig is en een personeelsfeestje geeft. Barbie heeft een paar stunts bedacht die speciaal betrekking hebben op de firma. Eerst vraagt hij aan een personeelslid om een willekeurige pagina van een reclamefolder met de kracht van haar geest aan hem door te geven. Heeft u dat gedaan? Juffrouw? Ja. U probeert eventueel veel betekende details, details waarvan u weet dat ze deze marketingpagina onderscheiden van alle andere, aan mij door te zenden. Blijf die twee pagina's fixeren. En waar ik mij op concentreerde... En ja hoor. Dit is een dame. Klopt vervolgens dat? Haalt Barbie geblinddoek een briefje van 1000 frank van onder een mevrouw, willekeurige juffrouw? Voet. Ja. Mag ik u vragen om mijn bankbiljet af te stappen? Ja. En een lange en vermoeiende dag eindigt tenslotte met een partijtje Go in een Antwerps café.
Ja, Jan, je had ons gevraagd om absoluut niet in uw flat te filmen. Dat wou je niet. Waarom eigenlijk? Vragen zoals, heeft u nu echt al die lotto-miljoenen aan zijn appartement besteed? Ik vind dat moet blijven kunnen. Geheimzinnigheid spreekt volgens mij meer tot de verbeelding dan alles zeggen. Is dat bewust dat je een soort mythe creëert? Ja, ja. Voor mij is Jan Bardi een rol. En die rol, daarvan los ik alleen maar dingen die passen in dat beeld dat ik wil creëren. Ja, vindt u het nu erg als ik zei dat je eigenlijk beddengenoot heet? Ik heb daar geen problemen mee, maar je geeft toe, het is geen naam om op een podium te gaan staan. Ja. Ik moest eens weten hoe onze pot hier heet. Toegegeven. Ja, in interviews zeg je altijd met heel veel nadruk dat je niet paranormaal begaafd bent. Waarom doe je dat altijd met zoveel nadruk? Omdat men gelooft. En ik weet a priori dat een bepaald gedeelte van de mensen zegt, je bent veel te bescheiden of je liegt gewoon weg, je bent wel paranormaal. Daarom voor de twijfelaars zeg ik het dan toch maar. Trekt u dat niet aan, jong? Mij geloven ze ook niet meer de laatste tijd. Maar dat begrijpt je, hè? Ja. Maar Jan, zou je nu bijvoorbeeld alleen met de kracht van uw geest... Zou je bijvoorbeeld alleen met de kracht van uw geest bijvoorbeeld een lepel kunnen plooien of zo? Met evenveel kracht van de geest als jij. Maar niet meer of niet minder. Maar zou je bijvoorbeeld dingen kunnen doen, beginnen klepperen, kaders van de muren doen, vallen en dat soort zaken? Bij mij, ik weet niet of dat dit in de ganse wereld zo is, maar waar ik ook kom, gebeuren allerlei gekke dingen. Ja. Ik heb dat niet in de hand, hoor. Ja. Ik kwam hier binnen, hè, Mark, en ik voelde onmiddellijk, hier waren rare geesten rond. Ik zal u zeggen, ik heb het gevoel, hè, dat wij hier... Doe jij dat? Sorry, maar ik heb het niet onder controle, toch niet altijd. Probeer u te concentreren, Jan. Ik doe wat probeer ik kan. Probeer u te concentreren. Ik doe wat ik... Mag ik... Nog, harder. Doe hem stoppen. Hard concentreren. Harder. Ik laat mij afleiden. Nog harder. Goed, Jan, formidabel. Ja. Prachtig. En proficiat ook Brigitte Bécu. Nu nog gewoon Brigitte Bécu, maar straks in Barcelona Olympisch kampioen in het zwemmen. Dames en heren, we moesten een pocketformaat hebben voor de zetel, dat begrijpt u. Ja, en bij mij zit Margriet Hermans hier mee in dat kast. Dat is minder. Wacht. Ik weet nog iets om onze pot het zwijgen op te leggen. Als we eens met z'n drieën proberen, gewoon door de kracht van onze geest, elk een kader te doen vallen. Ik zal die nemen boven onze pot. Allee, om zevert niet, hè. Zal ik die nemen? Neem jij die groot. En Jan, wil jij die laagste daar, die kleine? Probeer je daarop te concentreren. Ik doe wat ik kan, hè. Ja, doe wat je kan. Maar die pot leidt me wel alsof af, ik, ja. Klaar, alle drie zijn kader. Pas op, want ik ben hier redelijk goed, Die start! Maar jij hebt geoefend, hè? Ja, ik ben bezig. Ik ga mij tegen concentreren dat die muur zijn spleetje dichtnijpt, dat die vijs daar niet uit kan. Ja, kijk, ik ben... Terug, kader, terug. Terug. Ik heb laten zien wat ik kan. Doen jullie nu eens jullie best? Jan? Ja, die plant... Kom aan, Wouter. Kom aan, Jan. Wouter, op welke concentreer jij je? Oh, die. Ik concentreer me nu niet meer. Ik kijk naar jullie, ik heb toch gewonnen. Die kleine kader... Goed, Jan. Ja, goed. Wouter verliest, maar hij zou ook kunnen winnen, want we gaan eens even kijken. Maar die plant... Ah, ja. Wouter, doe het eens even. Laat eens even zien wat je kan. Goed kijken, hè. Ah, daar is de vriend van Wouter. Kijk, die trekt de nageltje weg en zo. Goed, Wouter. Ja. Formidabel. Hou pas op. U heeft nog niks gezien, want ik ga ook eens iets, dat doet meneer Bardi ook altijd. Ik ga eens iets doen met het publiek. De camera staat hier, dus ik zal deze kant even nemen. Meneer Bardi, ga u erbij betrekken. Wijst u iemand aan in het publiek hier? Een lukraak iemand? Een lukraak iemand, maar ook een andere. Een onschuldige hand. Dat is niet evident in dat gezelschap. Ja, kiest u maar iemand. Bij mij hoeft het niet zo lang te duren als die bij u. Die zwarte hoed daar. Met die zwarte hoed daar? Oké, is goed. Meneer, ik ga u vragen om u zeer stevig en diep te concentreren op één cijfer van 1 tot 9. De 0 telt niet mee. Zeker. Van 1 tot 9 cijfer. Goed concentreren. Nee. Ik ga u proberen te beïnvloeden, gewoon door de kracht van de geest. En tegelijkertijd probeer ik uw signalen op te vangen. Ja. Is dat goed begrepen? Ja. Denkt u goed diep na? Ja. Aan één bepaald cijfer? Ja. Mag ik vragen, mevrouw, om niet zo aan die 4 te denken,
want u stoort mijn ontvangst, Tom Peter. En u moet ook iets dieper nog denken. Denkt u na? Ja. Inderdaad. Goed, welk cijfer was het? 8. Inderdaad, een 8. Applaus. Ja, 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 ja. Nee. Nee, nee. Nu denkt u dat dit afgesproken spel is, maar dat is hoegenaamd niet het geval, dames en heren. Dat is want waar. Ik zal u onmiddellijk bewijzen dat ik al aan die 8 had gedacht. Wouter, kijk eens even onder ons beeld daar, dat is gevallen een week of 3 geleden. En wat ligt daar? En dames en heren? Ah, dat 8 ligt onder het telefoonboek, kijk eens. Maar Mark is niet alleen paranormaal begaafd, hij is ook nog helderziend. Ah. En dat gaan we hem nu eens laten zien. Of dat gaan we jullie laten zien. We hebben een blinddoek. We hebben een eenvoudige test bedacht. Mark, draai je om. Ja. Dus ik ga Mark even blinddoeken. Zo. En Jan, wil jij nu een willekeurig persoon aanduiden in het publiek? Maar deze kant misschien, daar staan de camera's. Ja, dat is makkelijker. Mag ik hem beschrijven? Ja. Nee, je moet hem aanwijzen. Ah. Komt u erbij? Ik wil eerlijk spelen. Ja. Ja, wilt u de hand opsteken? Ja, dit is dus de persoon. Oké, Jan, bedankt. Mark, bewijs het nu maar eens. Ja. Ik ga u helpen, het is in dit gedeelte. Ja, dat wist ik, want de camera staat hier. Ja, dus precies. Ik voel het al. De kracht bevindt zich bij die mevrouw daar in het midden. Bent u het? Dan kan ik nu ook gewoon dit zendertje uitdoen en dank daarboven, Jan. Het is trouwens geen zendertje, maar een ontvangertje uiteraard. Laatste truc, meneer Bardi, maar die is werkelijk, daar gaat u echt niet goed van zijn, denk ik. Gewoon door de kracht van de geest. U moet allemaal eens kijken naar onze tweesprongvenster. Die kent u. Goed kijken. En ik ga alleen door de kracht van mijn geest en een eenvoudig handgebaar iets doen gebeuren dat u absoluut niet verwacht. Goed kijken. Hé, hey, Mark. Hey, blus aan, ja. Ja, jongen. Ja, kijk. Goed, Wouter. Goed. Nee. Meneer Bardi, hier bent u niet goed van, hè? Je moet het toch iets leren beheersen, hoor, Mark. Een beetje beheersen, want dit loopt fout, hè? Zo'n dingen. Ja. Het waren 4 trucs die we bedacht hadden. Wat vond u de beste? Hij heeft duidelijk talent, hè? Ja. Daar ga ik niks over zeggen. Wat ik spijtig vind, is dat hij zich zo fel door jou moet laten helpen. Ik vind dat hij in de uitzending te veel op jouw kop zit en nu moet jij hem dan ook nog eens helpen om... Ja. Maar bij de trucs heb jij toch ook altijd iemand om... Een assistent, dat is een ander verhaal, hè? Ja, maar ik heb de assistent gespeeld hier. Ja, hoe dan ook, hij ligt in zijn rol, vind ik. Je hebt alles om te slagen in dat vak, Mark. Zijn de trucs die wij gedaan hebben ongeveer van hetzelfde niveau? Natuurlijk, wij verraden ze niet. Wij verraden ze wel, u verraadt ze niet, dat bedoel ik. Zijn die van u eigenlijk even doorzichtig als u ze zou verraden? Moeilijke vraag. Ja, ik denk maar dat is uw probleem. U moet gewoon een antwoord desnoods verzinnen. Eenvoud is het kenmerk van het geniale. Hè? En deze dingen komen al zeer, zeer eenvoudig over. Ik zou durven zeggen dat wat ik doe nog eenvoudiger is. Ik probeer dus zo, om het heel cru te stellen, lomp te zijn met de stunts die ik doe, dat je er niet eens aan denkt dat het zo zou kunnen gaan. Maar wat is nu eigenlijk een goede stunt? Wel, de mijne niet. Zeg, Mark, mag die camembert hier nog niet uit dat kasken, jongen? Nou, de uitzending, we hebben nu geen tijd. Ja, Jan, wat is een goede stunt? Een stunt die mensen voor het onmogelijke plaatst. Ik wil dat mijn publiek tegen een muur van onmogelijkheid knalt. Van, dit kan niet, wat ik hier meegemaakt heb. Enfin, ik speel eigenlijk met mijn publiek een plaagspelletje, een beetje zoals jullie doen met jullie centrale gast. Van, kijk, ik toon iets. Hoe zou het kunnen zitten? En een goede stunt, werkt die overal? Bijvoorbeeld, zou die ook in het buitenland werken voor een anderstalig publiek? Werkt zo'n goede stunt van u ook in China? Ik heb taalbeheersing nodig. Dus als ik het in Chinees moet uitleggen, loop ik tegen de lamp, denk ik.
Wat mentalisme is zeer verbaal. Hè? Een mysterie opbouwen vraagt verhaal vertellen. Marc heeft hier nu dingen getoond die zeer kort kunnen gaan. Maar de meeste stunts nemen wat tijd. Ja, maar jij rekt ze bewust, terwijl wij ze bewust vrij kort hebben proberen te houden natuurlijk. Wij maken geen stunt in het programma. Hmm. Jij werkt eraan, ja, je was daar net ook al bezig. Mag ik kiezen welke meneer en zo, als ik je had laten doen, had je nog een minuut of 10. Nee, dat speel je toch ook of? Ja, behalve die een truc met dat kasken. Ik zit hier al 14 jaar. Ja, het zal nog niet gedaan zijn als zo voor. Jullie rekken het iedere keer een uur, een uitzending. Wel, uiteindelijk is dat entertainment. Maar sommige verhalen zijn complexer dan andere om te vertellen. Als je een vervloekingsritueel uitbeeldt, dan moet je dat ritueel ook echt tonen om overtuigend te zijn. Enfin, we gaan, want hij praat er toch altijd omheen. Dus tweesprong. Tweesprong. Onze tweespronggast was in een vorig leven omroeper, maar dat omroepen heeft hij wijselijk aan Johan Verstreken gelaten. Nu is zij een van de 5 presentatoren van het populair wetenschappelijke programma Alle 5 en van de zomer debuteert hij in een Nederlandse film. Dames en heren, Jo de Poorter. Meneer de Poorter, bent u er klaar voor? Ja, meneer Uiterhoef. Eerste vraag. Acteren of presenteren? Presenteren. Mooi of meedogenloos? Mooi. Ijdel of arrogant? Ijdel. De Lotto of een Oscar? Lotto. Shakespeare of Rip? Shakespeare. Omroeper of charmezanger? Charmezanger. Johan Verstreken of Sabine de Vos? Johan Verstreken. Alle 5 of Twin Peaks? Alle 5. Waterstofchloride, HCO of HCl? HCO. Nee, L. Helium of tabak? Helium. Urbanus of Freek de Jonge? Freek de Jonge. Condoom, condoom of geheel onthouding? Een condoom. Meneer de Poorter, u verkoos Johan Verstreken boven Sabine de Vos. Uitleg. Ik vind Johan Verstreken op de televisie altijd een belevenis. Voor Sabine Vos is ook iets te zeggen. Ik ben helemaal voor meer seks op televisie. Het is een moeilijke keuze. En u koos Freek de Jonge boven Urbanus? Een dappere keuze, maar... Ja, Urbanus kan mij toch niets doen nu. Meneer de Poorter, de 13e vraag. Ja. Mendeleev, Goran of Alexander? Alexander. Nee, Dimitri Ivanovic. Excuseert u ons, meneer de Poorter. Nog niet zo lang geleden lazen wij in TV Express een dossier over occultisme en daarin stond het volgende. De methode van Rodive, dat blijkt te gaan om een Zwitser en volgens die man leven de geesten onder ons. Ze zien ons en horen ons. Het enige wat ze niet kunnen is rechtstreeks met ons in contact treden. Daarvoor heb je tussenapparatuur nodig. Onze oren zijn echter niet uitgerust om de verzuchtingen van de geesten te horen. Die meneer Rodive probeerde het dus met een gewone bandopnemer omdat die magnetische signalen omzet in geluid. Nu hebben wij hier ook zo'n speciale bandopnemer, is het in ons geval wel een beetje. Kijk, als je zo een beetje de indruk van krijgt. En we gaan, hier is het misschien niet echt de beste plaats om geesten te registreren. Maar we gaan even kijken in ons bijzonder kille keldertje, vandaar dat we onze jas nu aantrekken. Even kijken of we in onze kelder via deze bandopnemer contact kunnen krijgen met de geest van overleden persoon. Mag ik nu naar beneden? Nee, blijf jij nog maar een poos hangen. Kom, Mark.
hier ook? Ik weet het niet. Ja, de mannen. Die is weg. Ah, je ziet. Ik was er al gerust. Wil je hier nog? Hé. Hey. Dat is een Frans. Chef. Nee. Maar die heb jij niet meer gekend. Heeft u contact? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. In orde. Het klonk aanstaanjagend, Wouter. Jan, we gaan even aan de tafel. Komt u mee naar de tafel? Ja. Kunt u misschien plaats nemen aan de oog? Ja. Aan die stoel? We gaan eens luisteren. Want we verwachten op bezoek. Hé, hey, moet ik hier alleen zo blijven zitten? Ik heb hier schrik. En ik dan? Rustig blijven, jongens, rustig. Dat raakt er nog niet. Zal u leren Freek de Jonge beter vinden. Ik heb het gevoel, Mark, dat wij hier in Doog houden worden door duizenden ogen. Hè? Nee? Dat bedriegt helemaal. Maar ja. Luister even mee wat we eventueel... Aha. Elvis. Hey Elvis. Is dat Helmut Lotte nu? Ja. Het is bij ons in de kelder. Nu zijn er nog manieren om dit is jou ook een beetje vreemd, geloof ik, hè? Nog nooit gedaan. Ja. Nee. Dit is jou ook vreemd, maar er zijn nog manieren om in contact te treden met overleden mensen, dus met geesten eigenlijk. We zitten hier toch net aan een tafel, maar daarvoor hebben we eigenlijk een soort medium nodig. Hè. We hadden eerst nog gedacht aan een extra large, maar het zal met een medium moeten gebeuren. Dus laten we nu even, we hebben er eentje uitgenodigd uiteraard. Hier is de heer Johannes de Wit. Goedenavond, meneer de Wit. Ja. Neemt u plaats? Ja. Pas op, hè, Jim. U mag hier zitten. Dank u wel. Schilderij van... ik ga het voorlopig hier zetten. Ja, meneer De Wit, een medium, wat is dat eigenlijk? Een medium is in feite iemand die in contact kan komen via engelen, via de bescherming met mensen in het fijnstoffelijke. En ik zal erop aansluiten dit zeggen. Het gebeurt dikwijls dat mensen dus die overleden zijn, blijven hangen en via een medium kunnen zijn naar het licht. En u kunt dat? Ja, dat kan ik. En dat gaat onder andere via witte kaarsen om het witte licht. Je hebt lagere en hebt hogere krachten. En ik werk hier moet u het nu niet doen, want we hebben het ook daar gezet. Hier is het niet echt een goede omgeving waarschijnlijk. Nee, niet, niet zo'n beste omgeving. Nee. Maar u zou de stappen kunnen uitleggen. Dus hoe begint het eigenlijk? Wel, dus ik heb daar een kandelaar, die zullen wij best op deze tafel zetten. Ja. Nee, dat gaat toch niet lukken, hè? Dus dat maakt niet zoveel uit. Dus die kandelaar. Je kan ook met dit werken. Bijvoorbeeld, je legt al die lettertjes open. Ja. Gewoon rond. Dat is gewoon wat men noemt een alfabet, hè? Dat is een alfabet. Ja, en wat dat gebeurt er nou? Wel, nu zal het waarschijnlijk niet zo zijn. Het zijn er maar 26, ik heb het nageteld. Ja, en het is dus zo dat in veel gevallen via dat alfabet mensen die dus zoeken naar hulp in het fijnstoffelijke, ja,
door bijvoorbeeld het glas staat omgekeerd en daar leggen vier mensen hun vinger op. Ah, ja, ja. Hier, hier, zo. Ja? En daardoor worden die mensen in het contact gebracht met degene die rond de tafel zitten. En dat zijn de hulpmiddelen. Maar je ziet zelfs ook bijvoorbeeld van die klopgeesten of zo. Ja, hè? Ja, maar wat zijn het? Ik denk al dat we er een hebben. Bestaat dat? Ja, weet je wat dat is? Ik ga u ook voor de kijkers een hele goede waarschuwing geven. Ja. Zie je? Maar moeten we eerst open? Gewoon positief zijn. Ons medium werkt, meneer De Wit. Ja, ik zie het. Prachtig, hè? Hebt u dit al meegemaakt? Ja, al meer dan eens. Formidabel. Meer dan eens. Ik heb het al dikwijls meegemaakt, dat is zeker niet de eerste keer. Is dit Elvis? Nee, ik denk dat dit een lichtgeest is. Het is de hoogste tijd voor reclame. Tot zo dadelijk. Reclame. Mr. Knoper, de witte tornado. In mijn beroep is het heel belangrijk om over een degelijk en veilig maandverband te beschikken. Gelukkig heb ik nu Porel ontdekt. Wat Porel tot zo'n uniek maandverband maakt, zijn de verbrede zijkanten. De randbeschermers geven zelfs het kleinste vlekje geen kans. Dankzij Porel voel ik mij 100% veilig. Welkom in het tweede gedeelte van ons programma, het Huis van Wantrouwen. Jan, je treedt veel op in bedrijven ook. Wat is eigenlijk het verschil tussen optreden in zo'n bedrijf en optreden voor de televisie? Een beetje waarom een kijker kijkt naar het huis van Wantrouwen. Pardon me, is this the house of distress? Kijk eens. I hear you guys have been trying to call me for quite some time now. Yes. And I'll tell you, I'm still alive. Okay? Wel, dat verklaart veel. Oh, by the way. Ja? My phone number is 001-614-523-0000. Catch you later. Bye. Calling Elvis. En niet dood dus. Nee, vandaar dat hij in onze kelder zit natuurlijk. Maar wat is... Wacht. Voor we weer met veeweide problemen hebben. Ja, ik wist wat er ging gebeuren, dus ik heb onze vis wel gewoon even in veiligheid gebracht. Ik vond het al heel lekker water eigenlijk. Ja. Jan, wat is nu het verschil tussen optreden in een bedrijf en optreden op de televisie? Mensen in... tv is nog iets anders bedoel je. Ik dacht in een zaal, want een cultureel centrum of zo, komen mensen opzettelijk om mij te bekijken. In een bedrijf weten ze niet wat er overkomt. TV is anders. We denken stunts naar een ander soort publiek. Naar de camera toe, in plaats van naar mensen van vlees en bloed. Dat vraagt speciale controlemaatregelen. Want je moet weten of wat er gebeurt niet met de camera elkaar geduwd is of niet. Dat zijn problemen die je in de schouwburg of in een bedrijf niet hebt. Hè. Publiek, is dat zeer belangrijk? Bestaat er zoiets als een moeilijk publiek en een makkelijk publiek? Nee, ik vind dat je de schuld niet mag afwenden op publiek. Nee. Ja, want het viel mij op als ik je die dag gevolgd heb, je probeert echt van de eerste seconde de aandacht van iedereen te pakken. Hè? Is dat contact tussen jou en het publiek belangrijk? Ja, ik lees uiteindelijk iemand anders gedachten, ik voorspel iemand anders beslissingen. En ik werk dus altijd met een toeschouwer. Hè? Gebeurt het soms dat het publiek niet wil meewerken? Zelden. Soms bekende tv-presentatoren of zo, maar voor de rest valt dat heel goed mee. En... Die zijn toch kritisch altijd, hè? Ik heb van een van de tv-presentatoren die eens bij jou zijn geweest, die zei, ja, dat was een zuiver cameratruc, je kon met het blote oog zo zien wat hij deed, maar de camera registreerde het niet. Klopt dat of niet? Dat kan ik niet bevestigen. Dat was iets met hete kolen waar je over liep. Ah, nee, ik kan je verzekeren, Mark, dat moet je eens proberen. Doe het eens met een barbecue, dan weet je... Of voor een student is. Je loopt gewoon op de kolen die niet in het vuur gelegen hebben, natuurlijk. Jawel, ik wel. Dat loop jij maar over aan.
Zo kan je het doen, zo hebben we het niet gedaan. En dat is ons probleem juist. Hè? Hoe bewijs je op tv dat het effectief een stunt is en niet een of andere goedkoop soort camera of andere trucage? Het water is hier ver op, wacht, zal nog een fles nemen. Dank u. Mark, ja? Denk je dat je met veeweiden geen problemen gaat hebben door mij hier in dat kasket? Nee, we hebben een venstertje opengedraaid. Ja. Zeg, camembert, water en Margriet. Allemaal in. Het een ruikt al meer dan het ander. Kinderen hebben vaak stunts sneller door dan volwassenen. Ja. Hoe komt dat? Dat is een kwestie van logica. Kinderen hebben een nog veel anarchistischer logica dan wij. Wij denken al A, dus B. Een kind heeft die rechtlijnigheid nog niet. Treedt te veel op voor kinderen? Nee, ik ben eigenlijk beginnen doen wat ik nu doe om kinderpublieken te vermijden. En zou je voor kinderpublieken kunnen optreden? Ja, maar je moet compleet andere dingen doen. En zou dat niet een uitdaging zijn, of? Ik zoek liever een volwassen publiek op. Echt waar. Ik werk liever voor een publiek die ik wil uitdagen, die ik wil plagen. Van, snap je het of niet? Omdat ik heb een wacht hoor. Ik heb nog een cassette. Oh, hij is daar weer met zijn cassette. Dat is juist genoeg geweest, hè, Oh, dat doet deugd. Ik heb... Ah! Ik heb ook nog een schelp, gelukkig. Ja. Ik geloof dat ze hier staat. Kijk, Louis de Lufthacker! Ja. Ah, hier staat ze. Gaan met huis altijd naar Blankenbergen. Met ons Nibat pak naar het Noordzeestrand. Dat zal dit jaar geen extra kosten vergen. Het mag nu naakt en alles raakt verbrand. Waar het vroeger altijd wit was, wordt het rood. En dan is de kans op blaren wel vrij groot. Waar je met een zwembroek uitgelachen wordt. Ook al zijn de pijpen heel
zwaar ingekomen. Waar je bij het lezen vaak wordt afgeleid en de klokken luiden bij de loopwedstrijd. Ik vraag me af, ik wil geen misverstanden, waar je zo naakt je wisselgeld insteekt. En bovendien, waar blijf je met je handen, als onverwacht een vreemde tot je spreekt. Waar het liefde brandt. De belangrijkste elementen van een thriller zijn ten eerste het sensatie-element, ten tweede het spanningselement en ten derde het griezel-element. De vraag is of zou kunnen zijn indien ze gesteld wordt, kunnen we deze drie thriller-elementen ook samen terugvinden in de alledaagse klare taal aan zich, waarbij ik aan zich hier overigens slechts gebruik omdat dat lang geleden is. Wel nu, het antwoord op deze vraag luidt, ik zou het bij God niet weten. Maar om de zaken er niet moeilijker op te maken, veranderen we dit antwoord simpelweg in ja. Met andere woorden, in een klare taal aan zich kunnen het sensatie-element, het spanningselement en het griezel-element gerust samen optreden. Een voorbeeld. Ten eerste het sensatie-element. Men richt zich in een klare taal op sensationele wijze als een doordeweekse boerenlul tot een absolute hoogwaardigheidsbekleder. Ten tweede het spanningselement. Men begint met iets te zeggen en men bouwt het gezegde zodanig op dat iedereen met spanning zit te wachten op het einde en dan toch nog verrast wordt. Dit is bijvoorbeeld het begin. Daar ben ik het mee eens, maar als we nu naar... En dit is het einde. Ja, wij hebben dat niet nodig. Dat uw gebied wordt afgekalfd. Lange vraag, Mark. Inderdaad, hoe het dat begin net dat eind voortvloeit, dat is heel spannend. Ten derde, het griezelelement. Ja, soms is het heel griezelig hoe de klare taal kan worden aangewend om op sensationele, spannende wijze iets uit te drukken waar op den duur geen hond meer een touw aan vast kan knopen. Daar ben ik het mee eens, maar als we nu naar Amerika kijken, niet om dat als groot voorbeeld te nemen, maar wel omdat gewoonlijk wat daar vandaan komt na verloop van decennia hier ook wel aanbeland. En dan zie je dat daar allerlei randgodsdienstjes en zo, en televisiepredikanten, enfin, u kent heel de winkel wel, en die nemen door wel gebruik te maken van die media, nemen die plots een stuk van uw publiek of van uw mensen af, nee? Bent u niet bang dat dat hier ook gebeurt, dat hier ook iets te veel wordt gespeeld? Dus dat soort religieuze groeperingen, dat die inspelen op hetgeen de huidige techniek en de huidige maatschappij ze biedt, en dat die daardoor, omdat u zegt, ja, wij hebben dat niet nodig, dat uw gebied wordt afgekalfd. Inderdaad, heel griezelig. Kortom, denk 2 à 3 keer na voor u de klare taal wil aanwenden, al was ze een thriller. Waarbij ik u ondertussen hartelijk dank voor uw aandacht. Einde van de 21e aflevering van het Huis van Wantrouwen, dames en heren, gezondheid. Urbanus, gezondheid, denk ik ook. Ja. Graag tot volgende week. Tevreden, jong.
prachtig. Heb je geamuseerd? Kermis, echt waar. Want dit had je niet verwacht. Kermis in de hel. Ik had het minder goed verwacht, maar dit is echt... Had je niet in de steek gelaten gevoeld op een bepaald moment? Maar wat ik mij afvraag is, is de ganse wereld zo gek of gebeurt dat alleen maar waar ik verschijn? Want dit overkomt mij nu altijd. Dus je was niet echt verrast. En je vindt het ook niet erg, want af en toe... waren het ook zaken waar je echt niks mee te maken hebt. De toproepen van geesten en zo, dat is jouw branche niet. Nee, maar ik heb die dingen dus werkelijk niet in de hand. Hè. Bedankt, Geert. Echt, je ziet die verschijnt in de waarheid. En is dit nu goed voor jou, dat jij hebt opgetreden hier in het Huis van Antwerpen? Ik heb het verleerd van die vraag te stellen. Maar hoe zit het met die geloofwaardigheid? Komt dat die geloofwaardigheid ten goede? Wel, ik heb hier natuurlijk niet echt controle gehad op de fenomenen die ik opriep. Maar de toeschouwers en de kijkers zullen zeker geloven dat ik ze opgeroepen heb. Daar twijfel ik niet aan. Ja. Oh. Onze beoordelaar is daar, dames en heren. Hij heeft zich niet verveeld. Zet u hem daar maar een beetje opschuiven misschien? Ja. Ja. Lukt dat? Ja. Perfect. Dank je wel. Wat sta jij hier nog te doen? Kunt u dat niet zien? Ik brand een kaarsje voor de doden. Dat is heel flink, jongen. Kunnen we even met onze beoordelaar praten? Hoor je mij? Ja, zeker. Ah, daar zien we hem liggen, dames en heren. Het is Mark Larijs, alias Willy Hazevoets uit RIP. Je hebt kunnen volgen met... Je hebt een televisietoestelletje in je kist, hè? Ja, min of meer toch zoiets, denk ik. Is dat kleurenontvangst? Wacht even kijken, hè. Ja, toch ongeveer. Ja. Ik zie daar een paar mannetjes zitten, zo. Ja, ja. Ja. Is dat ruim, zo'n kist? Want er zit blijkbaar ook nog een camera bij je, hè? Kijk eens naar de camera, gaat dat? Waar staat die over? Ja. Mooi zo. Wat vond je van het programma? Het was een beetje in jouw branche. Even terug naar die televisie kijken. Ja. Wat ik van het programma vond? Ja. Ik vond het in het begin wel een goede vaart hebben, met die trucks en zo. Maar op een gegeven moment met die keldertoestand vond ik het een beetje traag. Ja, ik kijk meestal naar timingen en zo. Maar het was ook lang liggen, zeker? Mijn nek doet ongelooflijk veel pijn op dit moment. We gaan je er even uithalen. Ah. Wacht even. Huh? Waar zit je eigenlijk? Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Sorry, Mark, had ik niet bedoeld hoor. Je lap die zit hier ook al bezig. Ja, kan je, waar zit je eigenlijk? Ik geloof hier, ik zie hier een lichtje branden, studio staat erop en dat is in een kleedkamer. Kan je even tot hier komen? Ja, ik kom. Oké, kom maar, haast je een beetje, hè, want anders is het te traag. Ja, Mark, jij zit tegenwoordig altijd tussen de kisten met RIP. Een kist, is dat nu een doodgewoon voorwerp voor u of heeft het toch nog altijd iets? Een kist, dat is zo'n object geworden waar ik mee werk gewoon. Hè. Ja. Zeg, dit is vrij sensationeel, dames en heren, want op één en hetzelfde scherm zien wij op dit moment en Urbanus en Mark Larijs. Zaterdagavond kan dat onmogelijk, hè? Ja. Moet eens een keer. Ja. Maar, ik kan nog rondlopen, hè? Ja. Oh. Maar ik kan u nog uitlachen. Ah. Zeg maar, als je nu... Ik word er al een beetje bleek van, zie je? Ja, als je nu morgen zou sterven, zou je dan een kist nemen of zou je laten verbranden? Daar heb ik nu nog nooit over nagedacht. Humus maken. Geen idee, daar heb ik nog niet over nagedacht, nee. Wie dat wel laten verdwijnen of zo. Denk er dan eens over na. Heeft over nagedacht, dames en heren, heeft er ook de tijd voor gehad, is de ex-president van de Filipijnen al een tijdje overleden. De heer Marcos, zoals u weet. De heer Marcos, die... hoeveel jaar is het, Wouter? 4 jaar, juist.
Is hij al dood, de man? Het was niet gemakkelijk om hem te pakken te krijgen, moeten we toegeven, maar we hebben hem toch even voor dit programma kunnen interviewen. Hier is Marcos. Mr. Marcos, it wasn't too difficult to find you, as everybody expected. You are in hell now. Why didn't you bribe Saint Peter and go to heaven? I tried to. And for some reason I couldn't get him. Did you try the Holy Spirit? Same thing. Jesus Christ. Same thing. Julius Caesar? Same thing. Attila the Hun? Same thing. Paul van den Boeynants? Same thing. Lee Harvey Oswald? Same thing. Bonnie and Clyde? Same thing. Mike and Guido? Same thing. Nicole and Hugo? Same thing. You've not been too lucky, have you? Why didn't you bring your adorable wife Imelda with you? I tried to. Anyhow, there's not enough room in here for all her shoes, is there? Just speak it out. It is true, isn't it? She has got 3,000 pairs of shoes. She gets all kinds of, buys all kinds of shoes. She has probably to change shoes twice a day. Dan komt ze nog 5 jaar toe. Because she has to feel more comfortable. Comfortable? Feel more comfortable. And there are parties where she can wear high heels. There are parties where she has to wear short heels. En als ze moest shotten in de regen, had ze er met van die lange toppen. Mr. Marcos, thank you very much for the interview. Over Camembert gesproken, dat was er. Dit is het echte einde van deze aflevering, dames en heren. En u weet hoe wij hier afscheid nemen. Chimpansee! Ongeveer.